Hey Sam, heb je het al gehoord? Wat is er gebeurd, Eva? Ja, de docenten zijn weer begonnen. Wat zijn ze aan het doen dan? Ja, aan het vergaderen voor wanneer de scholen weer open gaan. Nou, zullen we daar eens een kijkje naar nemen? Hoe heeft u deze quarantaine beleefd? Nou, ik ben ondertussen een beetje meer basisschooljuf dan middelbare schoollerares. Heel raar. Echt heel raar. Ja. Ik kan er ook niet goed aan wennen, dus dat is heel bijzonder. Ja. Wel een hele gekke periode, maar ook wel een gezellige periode. Veel met gezin thuis, dus dat is wel heel waardevol. En ook wel een beetje druk. Wat heeft u gedaan in deze quarantaine? Gewerkt. Maar dan thuis. En verder veel genetflixt. Nou meneer, wat heeft u het meest gemist in deze quarantaine? Gewoon de grapjes met leerlingen. Zelf gewoon echt wel voor de klas staan. Het is toch wel heel anders dan dat je het allemaal voor zo'n camera zit te doen. Wat heb ik gemist? Een restaurantje. Even trash pakken. Leerlingen ook wel hoor. Wilt u nog wat zeggen tegen leerlingen? Oh, dat ik ze heel erg mis. Dat ik het leuk vind dat er een webcam is, maar ik vind het leuker om jullie allemaal te zien. Blijf gewoon je best doen en blijf meedoen met de stof. En ja, laat gewoon even de beste kant van jezelf zien, dan moet het allemaal goed komen. Dat denk ik. Dat ik heel erg trots op jullie ben en ik vind dat jullie het allemaal heel erg goed doen. Ga zo door. Wat ik nog wil zeggen tegen de leerlingen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.